Welkom. Ik zal voor je bidden. Dank u wel, Vader. Dank u wel voor Steve. Dank u wel dat u uw woord komt brengen vanmorgen. En Vader, ik bid dat het woorden van eeuwigheidswaarde zullen zijn voor ons. Ik bid voor geopende harten. Ik bid voor uw zalving, voor uw Heilige Geest. Maak Steve vol van uw Heilige Geest, Heer, om uw woord te brengen. Dat er kracht vanuit zal gaan in de machtige naam Jezus. Amen. Amen. Denk dat het nu beter kan klinken, ja? Kijk eens naar je buurman, je buurvrouw. Geef ze een hand en zeg, wat zie je daar goed uit vandaag? Zie je daar goed uit vandaag? Goedemorgen, Sif. Ik hoor dan weer mensen die nemen het een stapje verder. Wat zie je daar lekker uit vandaag? Nou, zover ging ik nou weer nog net niet. Ik vind het zo fijn om in uw midden te zijn. Ik had gisteren een redelijk spannende dag. Wie weet dat wij wat conflict hadden een aantal jaar geleden hier in de gemeente. En toen zijn we op zaterdagsmorgen zijn we begonnen met een leiderschapstraining. Wie kan zich dat nog herinneren? Wie waren er bij die zaterdagmorgen? Oké, nou, ik ben gisteren in een gemeente in het harde met hetzelfde proces begonnen. Vond het een beetje spannend. Ik heb dezelfde les gegeven wat ik hier gaf. Toen wij daarmee begonnen en ik vond het wel een beetje spannend. Toen is het goed gegaan. Ik ga vanmiddag ook weer daar preken. Terwijl ik daar bezig is, moet ik terugdenken aan allerlei dingen, maar ook aan wat houdt de gemeente nou in? Wat is dit wat God nou eigenlijk met de gemeente voor ogen heeft? Daar kwam ik bij een aantal teksten, maar ik wil vanmorgen twee gedeelten lezen. Eerst is uit Efeze hoofdstuk 3. 3. Eén keer eerder. Efeze hoofdstuk 3 vanaf vers 8. En dan schrijft de apostel Paulus en hij zegt, Efeze 3 vanaf vers 8. Mij verreweg de geringste van alle heiligen is deze genade te beurt te vallen aan de heidenen, met andere woorden de niet-christenen, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden, aan de machten en de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid God bekend zou worden. Paulus gebruikt al woorden die, hij zei, de onnaspeurlijke rijkdom. De veelkleurige wijsheid, de mysterie. Dat zijn toch wel hele dure woorden. Dat gebruik ik niet zomaar een WhatsApp. Ja toch, ik weet niet van jullie. Maar dat zijn geen woorden die ik een WhatsApp gebruik. Maar dat gebruikt u voor de kerk. En iets van de gemeente is en blijft altijd een geheimenis. En Paulus zegt de onnaspeurlijke rijkdom van Christus.
En iets daarvan is dat wanneer je de Bijbel leest of iets probeert te begrijpen van God, dan ineens kan iets boem doen. Dan gaat het open, dat raakt je hart. Ja, je moet ervan gaan huilen of wat ook al, maar het komt binnen. En ik geloof dat het hart is van het evangelie, dat God zijn liefde aan ons openbaart door de geest. En iets daarvan raakt harten, raakt iemand. En dan ben je nooit meer hetzelfde. Dat ken je toch? Huh? Door de Alpha-cursus of wat ook al, heeft God ons veranderd. En daarom ben ik zo blij dat de gemeente dit weer gaat doen. En iedereen vraagt mij, ben je erbij? Nee, ik ben er niet bij. En ik vind het verrek moeilijk om het los te laten. Dat zeg ik gewoon eerlijk. Maar aan de andere kant, kom ik zo bij een preek, die borden staan hier van Shelter Now. Mensen die in Afghanistan gaan wonen, werken. En Magda en ik mogen ze gaan bemoedigen. We zijn uitgenodigd de eerste weken van mei. En ik ben gevraagd om ook weer mensen uit Myanmar te gaan trainen. Begin maart. Ik weet, Willem gaat naar Myanmar en Frans gaat naar Myanmar. En dat is jullie voorganger. Ik ben een klein beetje apart, maar ik mag ook gaan in maart. Maar totaal andere plek. Ik ga op de grens van Myanmar en Thailand, ben ik uitgenodigd voor de training van 50 pastors. En die komen uit dan van Laos, Thailand, Myanmar en ik hoorde ook India. En met mijn grote mond. Hij zegt, weet je Stief, het kost ons 50.000 rand om mijn reiskosten en zulke dingen te betalen. 50.000 rand, ik vraag hoeveel, 3.000 euro. Ik zeg, oh, weet je, wij zorgen wel voor de helft daarvan. Neem ik voor je mee uit Nederland. Mag dat vraag, hoe ga je dit doen? Ik zeg, weet nog niet. Maar. Ik wil dit graag doen. Want toen Jan en ik daar was, hebben een man uit India, was het ongeveer iets als 3.500 naar 4.000 euro heeft hij opgehaald om de pastoor te brengen naar Thailand waar wij waren. Ze hadden 2 weken... dat ze daar waren, ze hadden een aantal dagen vakantie, alle eten, alles betaald, plus een reiskosten. En we hebben een geweldige tijd van training gehad. Zo, ik ga dit naar de harde nemen en vragen, kunnen we daar een project van maken? Maar als jij nou denkt, ja, ik zou graag toch ook Stiefel helpen daarmee. Mag dat hoor, dat mag allemaal. Maar iets daarvan, dat is ook mijn passie, dat drijft mij. Dat is wat mij bezighoudt. Hier, hoe kunnen wij echt als kerk gaan leven? Want grote woorden schrijft Paulus, dat thans door de gemeente de veelkleurige wijsheid van God zichtbaar mag worden. Maar wat is nou de gemeente? Jezus zegt iets in Matteüs 18. Matteüs 18, vers 18. Voorwaar, ik zeg je, alles wat u op aarde bindt zal gebonden zijn in de hemel. En alles wat u op aarde ontbindt zal ontbonden zijn in de hemel. Wederom, voorwaar, ik zeg u, dat als twee van u op aarde iets in zullen begeren het een ten deel zal vallen van mijn vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in uw midden. Twee of drie.
Als twee of drie samen zijn, dan is Jezus in hun midden. Met andere woorden, dan is de gemeente daar aanwezig. Zoals wij kijken en wij vragen, joh, wat is de gemeente? Dan is de gemeente in de wereld iets wat een doel heeft. De gemeente en de samenleving wil God gebruiken om iets van zijn goedheid te laten zien. De gemeente vanuit Gods perspectief is dat thans iets van de veelkleurige wijsheid van God bekend zal worden. Met andere woorden, facetten van wie God is, zijn persoonlijkheid. Zoals een diamant. Als je diamant onder een licht houdt, dan krijg je de kleurenspel. Ik weet niet of je dat al gezien hebt. Of van die oude kandelaren, dan krijg je die kristallen hangertjes daar en dan de zon, het glanst en iedere keer dan zie je kleuren, je ziet de regenboog en je ziet iets daar van flonker. En weet je, lieve mensen, alles wat wij in de schepping om ons heen zien, alle kleuren, alle schoonheid, alles wat je aan geluid, wat goed is en mooi klinkt of zulke dingen. Dit komt uit het hart van God. Dit komt uit de wezen van God. Dit is wie hij is. En toen hij de schepping geschapen heeft. Ik geloof niet dat het stilte was in het begin. Want al die sterren maken geluid. Alles in de schepping heeft geluid. En alles weerspiegelt of geeft een beeld van wie God de Vader is. De klank van liefde. De geur van liefde. De kleuren van liefde. En Paulus bidt op een stadium, dan zegt hij, ik bid dat u de hoogte, de diepte, de lengte en de breedte van de liefde van Christus zal leren kennen. Nou, dat raakt mij. Liefde met dimensies. Met andere woorden, liefde heeft ook gewicht. Ik moet van Magda nu anders gaan eten. Ja, gezonder eten, zo wij eten vlees en vetteriger vlees en koolhydraten moet voorzichtig. Maar ik heb gezegd, één ding gaan wij dan doen. We gaan extra bonen eten. Een speciale bonengerecht. En na de maaltijd, dan hebben wij een speciale bonengerecht. Van chocoladebonen. Oh, en iemand heeft voor haar zo'n doos. Ze zeggen bonbons, maar ik weet het is de bonengerecht. Hebben ze gegeven. Oh. En dan denk ik, ja, chocolade heeft dat ook. Weet je, als je zo'n doos met bonbons hebt, dan, wat wij nu doen, nu kunnen wij dit doen. Dan neem je één keer een bijtje om in de helft en dan delen wij hem, dan kunnen we allebei proeven. Ja, toch? En dan iedere keer, oh, je moet dit proeven. Oh, wat is het hier? Oh, dat is lekker. En ik heb een gevoel van, door de maatschappij en hoe mensen denken en praten over God, is dat wie heeft chocoladebomen gemaakt in de eerste plaats? De Vader. Nou, al die smaken waar daar in de doos bonbons zit, geloven, komt van de Hemelse Vader. Dat is iets van de veelkleurigheid van God. En hij zegt, wanneer de gemeente iets doen, zijn wie ze moet zijn, dan kan dat naar voren komen in de schepping. Zo, wat zijn de beelden in de Bijbel? Er zijn zoveel beelden in de Bijbel van de gemeente, de bruid van Christus, de familie van God, een geestelijke huis, een tempel, volk van God. En mijn vraag is voor deze tijd waarin wij nu leven, waar passen wij in? Wat is nou het beste beeld om iets van de liefde, de grootheid, de expansie, de heerlijkheid van God door te kunnen geven aan mijn buurman, aan mijn buurvrouw?
aan die pastors uit India, aan de weeskinderen, aan die mensen die in een hutje zit van bamboevlechten die niet groter is dan 2 meter bij 2 meter. Dan slapen ze daar, ze koken nog eten daar. Alles gebeurt op zo'n plek. Wat kan ik brengen, wat kan ik geven? En mijn vraag is, waar pas jij en ik in? En dan denk ik, nee, ik denk het niet, ik weet het. Wij denken te klein van God en van onszelf. Paulus zegt, als de volheid van hem die de schepping gemaakt heeft in ons woont, dan is al zijn volheid in ons aanwezig. En Jezus heeft gezegd, wanneer 2 of 3 in mijn naam samen zijn, dan ben ik er. Wie is er dan? Wie is er dan? Jezus zelf. En hij is niet anders daar als wat hij aanwezig was toen hij liep in Nazareth en in de velden van Caesarea. En toen hij liep door Jeruzalem. En naar de kinderen achter hem aanrende en roep, Hosanna, de zoon van David. En dat de kinderen, een tiener komt en zijn lunchbox geven aan Jezus. Ze zegt, nou, neem dat maar. Martha geeft ook lees voor zo'n jochie, die doet extra wiskunde bij hem. Als die van school daar aankomt, dan hangt alles, weet je. En dan vraagt ze, zou je boterham willen hebben? Ja. En soms is het niet 1 met boterham met pindakaas. Het is soms al 3 geweest. Ja? 4. Nou zo'n tiener wat zijn lunch, nadat hij de hele dag op stap was aan Jezus geeft, dat is een groot opofferen. Ja, wij zien het niet zo, die 5 broden en 2 visjes. Maar het is zoiets als een Big Mac, hoor. Hoe was dit nou? En weet je, iets zijn wij kwijtgeraakt van hoe dit was in de tijd van apostel Paulus. En Jezus. Jezus was 3 jaar. Heeft hij de discipelen alles geleerd wat hij, en gezegd, oké, jongens, nu kun je doen wat ik doe. Het beste. Dag. En zodra je samenkomt om mij te zoeken, ben ik bij jou. Met alles wat je nodig hebt. En als je dan kijkt naar Paulus en Silas, die in Handelingen trokken zijn rond in het begin. En ze waren 5 jaar samen in Korinthe. Barnabas was erbij, later ging hij weg. 3 jaar in Efeze en daarna was de gemeente zelfstandig. Was de gemeente zo. Om verder te groeien. In Efeze hoofdstuk 4 zegt hij, ja, het doel van de gaven van apostelen en evangelisten en herders en leraren is om de heiligen toe te rusten voor hun dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Zo na 3 jaar dacht hij in Efeze, die jongens die zijn heilig, ze zijn volledig toegerust. Na 3 jaar met de jongens Petrus en Jacobus en Thaddeus en al die mensen dacht Jezus, nou jongens, ze zijn helemaal heilig en volkomen toegerust. Hoe lang zit jij in de gemeente? Met andere woorden, ik mag naar de gemeente de weg kijken. Volkomen heilig, 3 maal toegerust en volledig klaar. Ja, toch? Ja, toch?
Behalve de jonkies in ons midden, die krijgen nog wat even rust. Maar die mogen dat doen wat zij graag zouden willen doen. En oefenen zoveel mogelijk. Ja, toch? Of niet? En ik denk, soms is dit dat wij gevangen worden in ons denken in een afhankelijkheidsgedachtegoed. In plaats daarvan dat wij wandelen in wie wij werkelijk moeten zijn en zijn in Christus. Het doel van alles, de toerusting van alles, met elkaar moesten ze de heilige christenen klaarmaken om God te dienen, zodat de gemeente als het lichaam van Christus zal groeien en sterk en volwassen zal worden, een boekvertaling. Het lichaam op te bouwen, te bereiken dat iedereen in zijn en haar gaven gaan functioneren. Weet je, ik geloof echt dat wij dit moeten doen. Ik geloof echt dat jij moet gaan vragen, hier, elke dag, hoe kunt u mij hier gebruiken? Waarvoor wilt u mij gebruiken? En ik ga het doen. Toch? Hoe voelde je de eerste keer nadat je je rijbewijs had en je ging alleen achter het stuur zitten en je ging rijden? Wie vond het spannend? Maar wie vond het ook leuk om dit te doen? Want het is altijd spannend en het is altijd leuk nieuwe dingen te doen. En als wij dit niet meer doen, dan gaan we eigenlijk in tegen de manier waarop wij geschapen zijn. Wij zijn gemaakt om te leven met een stuk ongemak. Een spanning. En de hele samenleving wil die ongemak en die spanning weghalen. En de Bijbel zegt nee. Je leeft altijd met die twee elementen in je leven. Ongemak en spanning. En dat is goed voor je. Want iedere keer dat je zo'n spanningsvolle veld overwint, dan zit het ook hormonen in je vrij die je een goed gevoel geven. Maar als je dit alles gaat onderdrukken door een pilletje, dan ga je alleen maar negatief worden. En heb je meer pilletjes nodig. Want je lichaam gaat dat stofje niet aanmaken. En God wil dat wij uitstappen. Ik moet zo vaak denken aan het verhaal van Petrus. Dat hij zag Jezus over het water lopen. En hij stapte uit die boot en hij liep over het water naar Jezus toe. Maar ik werd zo gehinderd door de plaatjes uit mijn kinderbijbel. Ik heb het ik had een kinderbijbel en je zag de boot. En de 11 discipelen zo over het rand kijken naar Petrus. Ja, boontje krijgt zijn loontje type van gevoel. En Jezus staat hier, een arme Petrus, met zulke grote ogen tot aan zijn nek in het water. En Jezus, ja, die domme Petrus. Maar dat is niet waar, dat is niet het verhaal. Want Petrus kon zwemmen. En Jezus zei tegen hem, kleingelovige, waarom ben je gaan twijfelen? Zo met klein geloof kon hij over het water lopen. En de andere 11 heeft nooit een geloof gebruikt. En ik geloof dat ze tot aan het einde van hun leven hebben gezegd, had ik het toch maar gedaan. Hoeveel van die mensen leven met, had ik het toen toch wel gedaan? Zijn er situaties waarin je gedacht had, nou, was het toen, als ik het nu weet wat ik toen wist, dan had ik het toen anders gedaan. Had ik het toen maar gewaagd. Wie kent dat gevoel? Ja. En daarom wil ik je uitdagen vanmorgen. De hele schepping wacht op de openbaarwording van de zonen van God.
dat jij in een oncomfortabele positie komt en dat je gaat zeggen, ik ga het toch doen. Want anders word je je hele leven lang gekneld door vrees voor mensen en allerlei vrezen. Wat is het eerste dat God altijd zegt als die mensen ontmoet? Vrees niet. Wat is het eerste wat de engelen zei wanneer ze bij mensen komen? Vrees niet. Er staat in de Bijbel 366 keer vrees niet. Voor elke dag één van je jaar één keer, plus nog schrikkeljaar. Dat weet u toch? En ik geloof dat wij dat moeten veranderen. Het Joodse beeld van een gemeente is totaal anders. Wat is jouw beeld? Joodse gebruik was, als er 10 mannen was, dan kon ze 1 rabbi fulltime onderhouden. Hoe deden ze dat? Ze gaven een tiende van hun inkomen. Zoals die 10 mannen hadden, die iedereen een tiende gaf, dan krijgt de 11e man, volledig wat de andere kreeg. 10 tiendes. En dan kon hij ook nog een tiende geven. Dan was het precies gelijk. En ik geloof dat wij onszelf beperken door dat niet te doen. Jezus spreekt in Matthäus 18 over hoe ga je om met de fouten van anderen. En dan denkt Petrus, dan zegt hij, joh, als iemand gezondigd hebt, dan neem je hem, praat je met hem, wil hij niet luisteren, dan roep je een getuige bij, wil hij niet luisteren, dan roep je de oudste van de gemeente bij, wil hij niet luisteren, dan breek je. En Petrus dacht, oh, oké, Jezus, als mijn broer tegen mij gezondigd heeft, hoeveel keer moet ik hem vergeven? 7 maal? En dan zegt Jezus, 70 maal 7 keer. Per dag. Dat is leuk, hè? Iedere 2 minuten. Als mijn broer tegen mij gezondigd heeft, is mijn verantwoordelijkheid 70 maal 7 keer hem vergeven. Zijn verantwoordelijkheid is anders, maar mijn verantwoordelijkheid. En ik geloof als wij als kerk, als gemeente alleen maar die beginsel kan gaan uitleven, dan zullen we al de liefde en de kleur van God uitleven en tentoonstellen en beschikbaar stellen. En dat mens zich verandert en anders gaat denken over kerken, over samenleving en over alles wat bestaan. Want daar is zoveel mensen die worstelen, die niet kunnen leven, die niet hebben wat wij hebben. En ik geloof echt, dat Jezus iets nieuws gebracht heeft, dat Jezus iets anders. Hij heeft gezegd, waar 2 of 3 mensen in mijn naam vergaderd zijn, en dat woordje vergaderen is een grondwoord, is bewust samenkomen. Het is ook leiding nemen, verantwoordelijkheid nemen voor de ander. Iemand helpen om in zijn bestemming te gaan wandelen. Iemand te gaan vragen, joh, heb jij vandaag alles gedaan in je vermogen om te leven zoals wat je moet leven? Heb jij vandaag alles in je vermogen gedaan om al je gaven te gebruiken? Heb jij vandaag alles gedaan in je vermogen, brieven wat je moet schrijven, de achterstallige dingetjes, heb jij dat gedaan? En elkaar aan te moedigen.
Jong, heb jij vandaag gebeden? Heb jij vandaag Bijbel gelezen? Heb jij vandaag aan Jezus gezegd, ik hou van je? Heb jij vandaag tegen je vrouw gezegd, ik hou van jou? Heb jij het gedaan, Rudy? Ja? Heb jij dat gedaan? Nee dus. Nu, snel. Heb ik het gedaan vanmorgen? Heb jij dat gedaan vanmorgen, Sjaak? Je bidt er heel snel. Heb jij dat gedaan, Jan? Goh. Is een beginsel om zulke dingen te gaan inbouwen in je leven. En ik geloof in een bewuste daad om te zeggen, wij komen samen in de naam van Jezus. Het komt uit het Oude Testament, ga ik niet over praten. Ik wil het laatste. Wat is het nieuwe wat Jezus ons gebracht heeft? Jezus heeft getoond hoe de liefde van de Vader zichtbaar wordt. Hij deelde Gods Vader hart met anderen. Hij deelde de enthousiasme van zijn Vader met de wereld. En ik geloof dat is ons taak. Ik geloof het. Ik geloof dat christenen moeten de meest enthousiaste mensen in het ganse heelal zijn. Ik geloof dat christenen moeten manieren gaan vinden en zoeken om Gods liefde, Gods persoonlijkheid te kunnen delen aan anderen. Ik geloof dat christenen moeten uit die kerkbanken uitkomen en dingen gaan doen dat je hart gaan spreken. Dat mensen daardoor in de schepping en de wereld enthousiast gaan worden. Dat wij creatieve manieren moeten gaan vinden om mensen te enthousiasmeren over God de Vader. Als ik een boodschap kan halen uit een doosje bonbons, dan kan jij dit toch ook halen uit een koe, of een schaap, of een Massey Ferguson tractor. Toch? Daar is iets wat jij hebt, wat zo creatief is, wat je nog niet durft te gebruiken. Maar je woorden, je gedachten, je dromen en wie je bent als persoon. Want je bent uniek. Geschapen naar Gods beeld en zijn gelijkenis. En God zegt, ik heb je nieuw gemaakt om iets nieuws te brengen. Iedere dag weer. Vader, en zo wil ik ook bidden vanmorgen. Heer, ik wil u bidden dat wij beginnen met de nieuwe Alpha-cursus. En wil ik u bidden dat die mensen zal trekken. Maar dat mensen ook met een pannetje spaghetti of pasta iets van uw koninkrijk kan laten schitteren en schijnen. Dat mensen daar enthousiast over kunnen worden voor het koninkrijk. Heer, u hebt ons nog zoveel meer gegeven. U hebt ons uw gaven gegeven. Dat wij kunnen voelen, dat wij profetische woorden kunnen spreken. Dat wij profetische daden kunnen doen. Dat wij visioenen kunnen zien. Dat wij kunnen leven, dat wij kunnen bidden voor genezing. U wilt iedereen gebruiken. U hebt ons bestemd om te bedoeld. Dat wij Jezus zullen navolgen en alles wat Jezus gedaan heeft, wilt u door elkeen van uw kinderen doen. Opdat de wereld zullen weten dat u een God van liefde is, dat wij een stad van licht op een berg is. U hebt gezegd, laat je licht zo schijnen voor de mensen, opdat ze uw goede werken zien en de Vader in de hemel verheerlijkt mogen worden. Vader, ik bid u
Wilt u ons onrustig maken? Wilt u ons wakker maken in de morgen? En gewoon binnenbrengen van een doosje bonbons of iets wat we mooi vonden. En dat we daar een boodschap in kunnen zien van uw grootheid, van uw gunst, van uw scheppingskracht, van het licht, van het leven en liefde dat u heeft voor iedereen van ons. En Heer, ik bid u ook dat we opnieuw aangeraakt mogen worden. In ons diepste wezen, in ons hart van alle harten, dat u onvoorwaardelijk van ons houdt. Dat al was hij de enigste mens op aarde, heeft u nog de aarde voor ons geschapen, de weg gegaan van kruis en dood om ons vrij te kopen. En u bereidt voor onze toekomst een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waar gerechtigheid zal wonen. Amen. Amen.